ook weer veilig. En dan rennen we lekker door. Oh, terwijl hier iemand doodgaat. Dankjewel voor je stuff. Holy shit. Holy freaking shit. What the freaking hell. Kijkers van de V-Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, zou ik zeggen, maar het is helemaal geen Hunger Games. Het is Assassination, oh my god. Dat heb ik ook wel natuurlijk in Skywars gezegd van leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van, en dan was het heel wat anders. In ieder geval mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Assassination. Jullie hebben net kunnen zien hoe ik eigenlijk, ja, toch wel mijn coins heb weten te verzamelen. Ik heb wat food van iemand gekregen waar ik hem voelde. Dat is natuurlijk altijd super chill als er aardige mensen. En toen wordt teruggezet, what the freaking hell. En ik dacht, weet je, ik ga het gewoon versneld afspelen. Ik neem een knop en we zullen wel zien wat ons gaat brengen. We hebben inmiddels iets van 540 coins, wat echt best wel veel is. En ja, ik heb zoiets van, weet je, we gaan het nou lekker allemaal uitgeven. Ik spring snel deze shop in, hoppakee, we zijn hier in ieder geval ook weer veilig. En dan rennen we lekker door. Oh, terwijl hier iemand doodgaat, dankjewel voor je stuff. Holy shit. Holy freaking shit. What the freaking hell. Oké, er is ontiegelijk harde lag. Dat is wel één ding wat ik moet zeggen. Er is ontiegelijk harde lag. Alleen, er gaat hier gewoon iemand voor mijn neus dood. En mensen, kijk nou wat hij allemaal bij zich had. Ja hoor. Ja, ja. Nou, dit mag ik wel eens een keer. Dat ik ook weer eens een keertje mazzel heb. Holy freaking shit. En hoeveel coins heb ik inmiddels? 606. Wij kunnen nu twee dingen doen.
een wapen gaan kopen of Iron Gear gaan kopen. En ja, dan ben ik toch meer van het wapentje kopen. Dus wat wij gaan doen, we gaan richting de Sword Shop. Het kan een hel gaan worden aangezien wij er niet zo heel lekker bij liggen op het moment. Qua stuk wat we moeten afleggen. Maar hey, fuck die shit, we rennen er gewoon keihard naartoe. En ik hoop dat we een beetje kunnen overleven. Ondanks dat er ontiegelijk harde lags, wat ik net ook al zei. Want die lags echt niet gezond. En ik hoop daarom ook dat ik een beetje normaal kan spelen. Ik ga er dus ook gewoon mijn best voor doen. Maar ik kan helemaal niks beloven, want het is gewoon echt super, super irritant. Terwijl ik hier een kill weet op te rapen. Awesome. Mag ik deze spullen ook of niet? Hallo? Moet ik hier nou nog lang blijven staan of wat? Oké, ik heb het opgeraapt, denk ik. Wat denk jij nou, joh? Oké, dan. Goed, volgens mij heb ik de spullen opgeraapt. Ik ren weer eventjes de shop in. We hebben nu inmiddels wel 2 kills gemaakt. Maar zullen wellicht gaan merken, deze lag is echt gewoon niet te doen. Inmiddels hebben we 725 coins, mensen. What the freaking hell. 725, what the freak. Ik zou natuurlijk nu Diamond Gear kunnen kopen. Maar ik wil toch echt gaan voor weer een Iron Sword. Ik zou ook kunnen gaan natuurlijk voor een Diamond Sword. Maar ik heb zoiets van... Ja, oké, mensen. Ik zeg eerlijk, natuurlijk een Diamond Sword, het is OP, het is lachen alleen. Ik heb er geen goede ervaring mee. Ik ging natuurlijk er heel snel mee dood. Natuurlijk, dat is mijn eigen fout. Of nou ja, ik weet natuurlijk niet of die kerel heks had. Of dat die kerel gewoon heel sterk had en dat hij strengbotters had gebruikt. Alleen, ik heb zoiets van, weet je, je pompt 1000 coins in een sword en vervolgens ga je dood. Is dat het dan waard? Nou, ik weet het niet, weet je. Dus ik heb zoiets van, we houden het iets minder hoog. We halen vandaag gewoon lekker een Iron Sword en dan moet er volgens mij daar ook wel mee goed gaan. En dan kunnen wij dan rustig Diamond Gear weer gaan proberen te fixen. En noem het allemaal maar op. En kijken of wij gewoon weer lekker bezig kunnen gaan. Ik moet zeggen, ik heb vandaag pittig veel massa gehad met mijn gear setje. Dus hè, wat we dus net opraapten dat iemand doodging. Waar we coins vandaan toverden. Maar goed, ja, kan ik ook natuurlijk niks aan doen dat ik toevallig was. Ik ben er echt super, super blij mee. Want dat scheelt me gewoon enorm veel coins uit te geven. En weet ik veel wat allemaal. Zullen we hier missprongen? Oh, en mensen, mocht je afvragen, Duffy, waarom zie ik soms witte dingen als jij naar beneden sprint? Je krijgt fall damage of je slaat iemand. Ik speel op het moment op 1.8, aangezien de lag was. Ik dacht van, misschien als ik nu naar 1.8 ga, is de lag wat minder. Maar nee, dat mocht helaas niet zo baten. Maar ja, fuck it. Oké. We gaan even de coins bij elkaar voegen. Hoppakee. Die zetten we zo. Dit zetten we allemaal verder in ons infje. We hebben ontiegelijk veel brood. En ik heb zoiets van, laten we gewoon een beetje mensen proberen af te slachten. Ondanks dat de lag is. Maar nee, wacht eens even. Mensen zeiden, Duffy, je moet een godapple gaan kopen. Want als je dan bijna dood gaat, kan je snel een godapple eten. Waardoor je dat weer kan overleven. Er zit natuurlijk ook wat in. Dus weet je, we gaan gewoon onderweg naar de foodshop. Dan gaan we ondertussen een godapple ophalen. Want die kost 300 coins. Dat kunnen wij wel betalen. Terwijl we hier in één keer hit worden door iemand. Dankjewel voor je kill. Ik weet niet hoe die mij net hitte, maar... Het zal wel. En als wij dan bij de foodshop zijn, hebben wij tenminste een godapple. Want als ze dan bijna down zijn, dan gaan wij gewoon snel weg proberen te rennen. En dan rennen we of een shop in of een huis in. En dan eten we snel die godapple. En dan moet het volgens mij helemaal goed gaan komen. Want volgens mij een godapple die geeft 19 seconden resistance ofzo. Of in ieder geval, ik krijg dan AP erbij of wat dan ook. Dus dat is wel super chill. Dat ik hier even voorzichtig omheen moet. Ik weet ook niet waarom ik deze weg überhaupt kies. Maar hey, het werkt. En we hoeven minder over de grond te lopen zo. Dus don't blame me. Het werkt wel echt. Het is echt wel. Het wil gewoon makkelijk. Oh. Oké, de foodshop is hier ook weer close. Mooi zo. En als we die dan ook hebben, dan kunnen we maar gewoon lekker losgaan en mensen in elkaar te peuken. Dus gaan we even kijken of het gaat lukken. Nu pakken we nog even een kist mee. Dankjewel. Oké, dan. En hoppakee. Bam. Oh, voor de mensen die zich afvragen. Ja, ik speel op Jesse Fire X. Voor de mensen die denken van, oh, Duffy, druk tap in. Of op mensen praten tegen je. Ja, ik speel op Jesse Fire X. Niet op Duffy. Deze naam is inmiddels toch al wel een tijdje bekend. Puur omdat ik op Duffy minder gefocust word. En dat het hier nog redelijk te doen is. Dus daarom speel ik nu op dit account. En het is ook verder helemaal geen geheim. Terwijl ik nou weer inmiddels de hele tijd weer loop te buggen of zo. Ik heb geen idee wat het steeds is. Maar oké, het is inmiddels over. En ik ga nu gewoon naar buiten toe. En wij zullen wel kijken of wij mensen kunnen killen. Maar dat is natuurlijk hetgeen wat we nu kunnen doen. Laten we eerlijk zijn. We hebben een mooi gear setje. En ja, dan is hetgeen wat we kunnen doen is kills maken. We kunnen ondertussen ook rustig... hoe heet dat? Ja, Diamond Gear gaan verzamelen. Alleen, ja, we hebben nu zoveel coins uitgegeven in de korte tijd. dat we wel gewoon moeten gaan spelen. Terwijl we hier misschien net een kill opraapt. Kom eens hier. Hey, kom. Ik wil met je vechten. Die staat helemaal stil. Waar is die nou? Oh, die is nou een keer hier. Dit is het vervelende vandaag aan de Qcraft server. Dat deze lag er is. Want ik heb dus ook een keer eerder een gear setje gehad. Alleen toen ging ik dus dood door de lag. En dat ik zoiets had van, weet je, ik heb niet eens een kill weten te maken. Fuck die shit dan, maar ik gooi die opname wel weg. Door de lag. Dus dat is wel echt even lastig. Een soort van extra challenge die eraan zit vandaag. Doordat er zo'n harde lag zit. Maar hey, tot nu toe gaat het goed. We weten gewoon kills op te rapen. We weten een mooi gear setje te bemachtigen. En we hebben een gouden appel. Dus ik hoop trouwens natuurlijk ook dat er straks dat de lag wat minder is. Want
Voor de mensen die het niet weten, als het goed gaat en ik neem meerdere afleveringen op van Assassination, wordt het allemaal achter elkaar opgenomen, omdat de Qpress server elke dag rond een uurtje of 12 s'nachts, iets in die trend, of in ieder geval 1 uur s'nachts, wordt de server gereset, zodat je niet altijd maar Diamond Gear kan hebben, of dat niet heel de server uiteindelijk Diamond Gear heeft, dus vandaar dat dan de server wordt gereset. Dus wat ik eigenlijk hoop is dat ik na deze opname offline ga, en als ik dan later op de dag terugkom, met mijn gear nog, want dat heb ik dan nog, dat dan de lag weg is, maar ik heb er een hard hoofd in, want ik heb al even rondgevraagd natuurlijk, en mensen zeggen dat heel de dag er al lag is, dus dat is wel gewoon heel erg lastig, maar hey. Wij zijn Duffy Games. Wij vinden Assassination leuk. Wij laten ons niet temmen door een beetje lag. Hoppakee. En wij gaan tussen gewoon lekker door met die freaking kisten te looten. Want, oh jee, we hebben ook gewoon lekkere shizzen nodig. We hebben ook een 3 stone sword, zie ik nu. Een beetje overkill, maar hey, het is wel leuk. Die kunnen inmiddels ook weg. Dat stukje meloen mag ook weg, want... Ja, weet je, leuk dat het er is, maar heb ik helemaal niks aan. We vullen het brood even aan. Hoppakee. Hey, ga dan gewoon daar zitten, joh. Oké. En we doen even de coins op. Oké, we kunnen rustig doorgaan. Als ik daar iemand zie, ga kijken of we hem neer kunnen halen misschien. Gaat dat lukken? Hoe kom ik daar? Via hier? Is dat mogelijk? Ik heb geen idee of dit mogelijk is. Of wel? Is dit mogelijk? Ah, nice. Oké dan. En nu is hij natuurlijk weg. Tuurlijk. Wanneer Duffy naar iemand toe rent, zijn ze weg. Oh, damn. Oké, hier is wel een kist. Kijk aan, ook mooi. Weet je, loot even lekker een kist. Ik wil natuurlijk niet gewoon weer diamond gear. Dat was niet te halen. Shit, sorry. Ik wil het liefst natuurlijk gewoon weer Diamond Gear hebben, maar of dat gaat lukken, ik heb geen idee. Want, oh my god, deze lag. Oh my days. Oké, we gaan rustig door. Goed om ons heen kijken. En als iemand ziet, we moeten gewoon alle kanten opslaan, weet je. Het is gewoon nu zoiets van, je moet niet naar de persoon gaan hitten, maar je moet gewoon ook in de rondte gaan mappen, want je weet niet wanneer je de persoon raakt. En dat is niet een manier wat ik chill vind, maar hey, het moet vandaag, want anders gaan we dood. We hebben wel natuurlijk een setje dat een beetje kunnen tanken, maar het is niet fantastisch. Want je verliest toch nog best snel HP, ook heb je Iron aan, dus wat dat betreft. Oké, even kijken, ik zag hier net iemand. Waar is die nou? Oh, die rent helemaal weg, joh. Kom hier! Oh my god, deze mensen, joh. Ik probeer serieus gewoon met mensen te vechten, alleen deze mensen hebben zoiets van... Oh, ik ga lekker weg. Terwijl die kerel heeft wel een Iron Body, of Iron Leggings aan. Dus hey, dat is wel lachen, dat hij natuurlijk zijn Iron verliest. Ik weet het, het is natuurlijk niet leuk als het bij mij gebeurt. Dan heb ik ook zoiets van, ah, for fuck's sake. Alleen, het is natuurlijk wel leuk om het bij anderen te doen. Dat ze gewoon weer helemaal overnieuw moeten beginnen. De V-pestkop, sorry. Oké, maar ze rennen echt allemaal keihard weg. Terwijl ik niet eens heel angstaanjagend keer heb. Ik weet niet eens dat ze mij zien of zo, maar... Mensen zijn snel vandaag, holy shit. Ze zijn echt lekker aan het rennen gewoon. Hoppatee, geef me deze coin, dankjewel. Oké. Ja, hoe gaan we dit doen? Daar zien we iemand. Alleen het probleem is dat we hier natuurlijk bij een shop zitten, dus dat is altijd lastig. Denk jij? Wat denk jij? Dat jij gratis mag looten of zo? Dat scheelde niet veel. Dat scheelde niet veel, maar we leven nog. Holy freaking shit. En of het legit is? Nee, want hier, kijk hem, hacker. Wat, kijk hem. Wat de freaking hell. Nice ex. Oh, mag je zeker niet gewoon zeggen. Even kijken, hoe heet hij? De troll of zoiets? Oh my days, hij heeft gewoon hacks, mensen. Ik ben gewoon... Oh, ik heb gewoon echt mazzel dat ik op tijd de shop weet in te rennen. Holy freaking shit. Dat zulke mensen er gewoon zijn. Besef dat we bijna ons gear setje aan zo iemand verliezen. We hebben wel goed op film staan. We hebben inmiddels over 224 coins. En mensen, ik laat het vandaag hierbij. Omdat het natuurlijk ook nu extreme lag is. Ik hoop dat als ik straks online kom nogmaals. Dat de lag weg is. En dat ik dan een epische nieuwe video vast kan maken. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Assassination. Mocht je nou wel leuk hebben gevonden. Vergeet natuurlijk niet om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Daar lekker met in de reacties achter. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal morgen weer te zien. Bij een nieuwe video. Later mensen.